Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Vishandel Sier en Pandora Intelligence. Finding the narrative in big data. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Kees, het voetbalprogramma op de LOVJ. Wat gaan we doen deze uitzending? We kijken terug naar de wedstrijd van FC Volendam tegen FC Emmen van afgelopen vrijdag. Ja, ik zie het als een belangrijk leermoment weer voor FC Volendam. We blikken ook weer vooruit met FC Volendam, want morgen wordt er weer een belangrijke wedstrijd gespeeld hier in het Krasstadion tegen FC Den Bosch. We praten uiteraard met onze drie gasten. En we praten ook met Misha Salde, hoofd jeugdopleiding en manager technische zaken. Jack Muur had een interview met hem over de jeugd van FC Volendam. We zijn bezig geweest om wat vernieuwing door te voeren. Een soort andere denkwijze. Maar we beginnen met onze drie gasten hier aan tafel. Dichtst bij me, ja, oud-speler van Volendam, Ajax, Ipswich Town, Manchester United, Twente en het Nederlands elftal. Aardig rijtje zo. Arnold Muren. Welkom Arnold. Hi. Daar de nieuwe spits van FC Volendam, gehuurd van ADO Den Haag. Vrijdag zijn debuut gemaakt, niet gescoord helaas, maar leuk dat hij er is. Dennis van der Heijden, welkom. Dankjewel. Tegenover mij Chef Sport van de Telegraaf en schrijver van een aantal boeken. Onder andere een boek over Arnold Muren, Jaap de Groot. Welkom heren. Heel goed. Ook jullie hebben weer een heerlijk gebakkie voor je staan, maar daar mag je nog niet mee beginnen. Ik zie Jaap al kijken daarna. Ik heb namelijk een stelling voor jullie en ik wil graag dat je er ja of nee op antwoordt. Heel simpel. Arnold, ik begin met jou. Mijn periode bij Ipswich Town was de mooiste uit mijn carrière. Ja. Ja, dat is een snel antwoord. Dennis, voor jou. Bij ADO ging het meer over wang dan over voetbal. Ja. Ja, duidelijk. En ja, voor jou. De carrière van Arnold Muren is ondergewaardeerd. Nee. Oké, nou, we komen er zo even op terug. Terwijl jullie kunnen beginnen aan je taartje, gaan we even kijken naar een interview van Jack Muren en Erwin Groot. Die zij afgelopen vrijdag nacht hadden met trainer Robert Molenaar bij terugkomst na de wedstrijd van FC Emmen. Jack Muren vroeg aan de trainer hoe het nou kon dat na zo'n slechte eerste helft van Volendam dus de tweede helft achter de feiten aanliep. Wij proberen eigenlijk steeds wereldkampioen goed voetballer te worden. En dat proberen we ook nog met jongens die vrij nieuw zijn aan het firmament. Ja, en die lopen ook wel eens, en niet alleen Joey of Mo, want de gehele opbouw in de eerste helft, dat stokte. En dan moeten wij zo goochem zijn om uit een ander vaatje te gaan tappen. Nou, en dat doen we dan pas na rust. Dus ik zie het als een belangrijk leermoment weer voor FC Volendam. Dat we soms eventjes sneller over moeten schakelen op een ander soort voetbal. Nou, dat hebben we de tweede helft gedaan. Ja, en daar hadden we bij wijze van spreken na een kwartier ook gelijk kunnen staan. Het zag er ongelukkig uit. Zeker die eerste goal, waarin we eigenlijk controle hadden na een doorkopbal van Peters. Mo Betty en Erik Schouten een beetje ruzie met de bal. Ja, en dan gaat de derde ermee heen. En dat hebben ze heel goed uitgevoetbald, Emmen. En dat konden ze goed uitvoetballen, omdat ze met veel mensen vooruit druk gaven. Dus we moeten ook Emmen de complimenten geven over hun strijdwijze. Van der Heijden? Samen met Steltepol in Van Kippersluis. Was je daar tevreden over? Ja, ik was erg tevreden over met name het duo voorin. Die samenwerking die kon me prima bekoren, met name de tweede helft. Maar ook de eerste helft was er al duidelijk. Daar hebben we natuurlijk ook wel wat aandacht aan besteed. Was er duidelijk sprake van samenwerking. En daar had de tegenstander, als we er dan uitkwamen met het aanspelen van die spits, hadden ze toch een overtreding nodig om ons te doen stoppen. En anders hebben we wel wat voorzetten gehad vanaf links. Die met een beetje meer geluk iets beter verdiend hadden. Maar uiteindelijk waren dat allemaal schamschoten. Maar we hebben wel wat
wat momenten gehad dat ook Kees Kippensluis weg kon sturen en die tot een voorzet kon komen. Dus ja, het was ook duidelijk dat het zo'n wedstrijd betrof waarin wat schermutselingen voor Emmen viel. En als wij dan schermutselingen hadden, dan ging je uit of kwam je dan toch bij de tegenpartij. Ja, of je dat dan over jezelf afroept of dat gewoon een beetje pech is, dat kan. Ik kijk wel terug op een tweede helft die weer een andere facet aan bod laat toekomen. En daarin hebben we het beste aan gedaan. Ja, Dennis, ik begin maar even bij jou, want het ging onder andere ook over jou. Is het even over jezelf persoonlijk? Hoe kijk je terug op je debuut? Nou, ik had het natuurlijk anders voorgesteld. Voor mezelf, ik had niet zozeer mezelf toe gedwongen om een goal te maken, maar wel graag gewoon met 3 punten naar huis te gaan. En ja, dat is anders afgelopen. Ja, maar de trainer heeft het over de samenwerking met Bert dan met name voor jou, die belangrijk is. Daar kon je wel tevreden over zijn? Ja, het was inderdaad vooral de eerste helft echt wennen aan elkaar. Ik moet wennen aan jongens als Bert en Kippensluis, maar hun moeten ook aan mij wennen. En ook voor jongens als jij bijvoorbeeld en Kevin Visser, die moeten ook aan mij wennen en ik aan hun. Maar het gaat met stap beter. Ja, en ik wil het er toch even over hebben. Je kreeg 2 goede kansen. Kan je ze even omschrijven? Want volgens mij zat eentje niet in de samenvatting. Die hebben de mensen niet gezien. Maar dat was volgens mij de grootste kans die je met je rechter buitenkant wilde maken. Ja, nee, inderdaad een goede voorzet vanaf links. En ik kwam verkeerd uit. Ik moet die bal normaal gesproken met mijn linkerbeen nemen. Nu nam ik hem met mijn rechter buitenkant. Ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. En je probeerde nog een bal te loppen. Ja, dat was, de keuze was eigenlijk wel goed. Maar... Nee, daar inderdaad zag je wel de goede samenwerking met Bert. Maar ik was te gehaast. Ik had gewoon wat meer tijd moeten nemen en gewoon op goal moeten schieten. Ja, en fysiek? 90 minuten gespeeld. We hadden het er voor de wedstrijd even over. Je vertelde al, je hebt niet heel veel gespeeld. Ook niet in het reserveteam van ADO Den Haag. Maar je bent er wel aardig doorheen gekomen, denk ik. Ja, nee, voor mezelf ook. Ik had het zwaarder verwacht inderdaad. Dat is alleen maar positief. En dat wil zeggen dat ik er conditioneel nog steeds goed voor sta. Ja, Arnold. Iets waar we niet omheen kunnen de afgelopen transferperiode. Of eigenlijk de laatste 2 dagen van de transferperiode. Het vertrek van Giuliano van Velzen. Die jij volgens mij nog als jeugdtrainer hebt getraind bij Ajax. Ja, samen met je vader. We kunnen niet anders stellen dan dat een ongelofelijke aderlating is. Hè? Ja, dat is een jongen met erg veel individuele kwaliteiten. Erg veel gevaar kwam er al vaak bijvoorbeeld van links. Omdat jij ook achter Giuliano stond en de samenwerking daar perfect was. Ja, dat is een jongen die je gaat missen. Maar ja, daar moet Volendam wel van bestaan. Ja. Als Dirk Veerman weg wordt gehaald en je krijgt er een paar ton voor, dan kan Volendam weer verder. Dat hou je toch niet tegen, want de Ajax kan ze ook al niet tegenhouden. Dus als je opvalt in de Jupiter League, dan heb je natuurlijk kans dat je met name eredivisieclubs, misschien dan wel geen topclubs, maar wel, die jongen zal ook een stapje maken. En goed, dat heb je zelf gehad. Ja. Dat je verder wil. En het zou natuurlijk leuk zijn als Volendam de eredivisie zou kunnen halen, dat je dan blijft. Maar ja, goed, het is niet alleen sportief, maar ook financieel is natuurlijk een stap vooruit. Met name voor Giuliano, die hartstikke goed speelde bijvoorbeeld. En Kippensluis voert het, die voert op hem zijn manier, voelt hij dat dan in, maar natuurlijk een totaal andere speler. Ja, dat is ook een beetje het lot van een club als Volendam, hè? Dat je dan je beste aanvaller, kunnen we wel stellen, kwijtraakt. Maar in feite moet wel de structuur zo zijn dat de volgende klaar staat. Hè? Dat is ook de rol van Volendam, met een goede jeugdopleiding, ook met de RKAV in de schaduw van het stadion. En als je dat goed en perfectioneert, dan moet het ambitieniveau moet gewoon hoog blijven. Ja. Want je ziet het, ik ben net in Duitsland geweest bij Leipzig. Ja, die hebben de 12e begroting van de Bundesliga. Die zijn in 8 jaar tijd 5 keer gepromoveerd en staan nu naast Bayern München. Omdat ze gewoon van meet af aan vasthouden aan een filosofie. Nou, vorig jaar Leicester City in Engeland gezien. Ik heb altijd gezegd, hoe klein je ook bent, hoe klein je denkt te zijn, gewoon altijd die stip aan de horizon houden. En dat moet niet alleen vanuit de spelersgroep, maar de hele vereniging moet dat in zich hebben. Ja, het vervelende van die transfer deadline is wel dat dan op zo'n laatste dag gebeurt. Hè? Ik geloof dat het de 1 na laatste dag was. Exact. Want Dennis, jij was betrokken ook, betrokken bij die transfer. De dag erna kwam jouw transfer op gang. Ik neem aan dat jij zelf ook die gekte een beetje nu hebt meegemaakt. Hè? Omdat het de laatste dag allemaal rondkwam bij jou. Ja, voor mij ook natuurlijk voor het eerst. En
dat er dan nu interesse in me was, ja, dat is natuurlijk top. En inderdaad ook voor mij heel onwennig dat alles op het laatste moment was. Natuurlijk een club als ADO die nog niet helemaal weten wat ze dan willen. En dan uiteindelijk mag ik dan wel verhuurd worden dan nu nog een half jaar. En ja, volgens mij zet ik de handtekening pas rond een uur of 11. Dus een uur voor tijd, ja. Ja. En ja, dat maakt het ook natuurlijk wel moeilijk. Dat ja, je dan, goed, dan, moet je, dan moet je een lijstje hebben. Ja, het is de vijver waarin Volendam moet vissen is natuurlijk... Klopt, en dan klein. Kan het gebeuren dat je in zo'n, na zo'n chaotische week een klap krijgt zoals tegen Emmen. Ja. Maar je moet het draad gewoon wel weer snel oppakken. En als je structuur en je visie binnen de club goed zit, dan op een gegeven moment, dan na 2-3, binnen een afzienbare tijd, pak je die draad toch wel weer op. Ja. Dus dat moet gewoon, want je zit gewoon, je doet goed mee. Dus het zou gewoon niet mogen dat je nu afhaakt. Ja. Nou, belangrijk is dan misschien ook dat voor volgend seizoen in ieder geval die positie weer ingevuld kan worden. Er zijn nu wat centjes binnen. En misschien kunnen ze, want die positie zal volgend jaar denk ik wel, zeker voorin aan de zijkanten, ja, die zal wel ingevuld moeten gaan worden. Ja, nou ja, goed. Kevin, die vult dat dan wel in. We hebben natuurlijk die jongen van Utrecht er nu bij. Ja. Die ook aan die zijkanten kan spelen. En ik heb begrepen dat ze een speler van Arsenal erbij hebben gehaald. Ja, een jonge jongen. Die gaat in principe bij jong Volendam starten. Ja, maar ja, goed. Nou is natuurlijk de keuze van de trainer. Hoe wil hij spelen? Het materiaal het moet zodanig zijn dat je verschillende systemen kan spelen. Hij kiest nu eigenlijk zonder rechtsbuiten te spelen, te voetballen. Waardoor er aan die kant natuurlijk veel minder dreiging komt dan van de linkerkant. Ja. Van Son of die Vissers, ja, die vult er natuurlijk, zijn geen buitenspelers. En met name vind ik het eigenlijk wel jammer voor Joey Veerman. Want die kan eigenlijk alleen die ballen dan op links vaak kwijt. En rechts, ja, dan probeert die Betty dat wel in te vullen aan die rechterkant. Ja. Alleen natuurlijk vaak met zijn rechterbeen ook uit. Dus eigenlijk zou hij daar misschien wel iemand moeten hebben. Ja. Die ook de diepte kan bespelen. Nou ja, Joey die heeft wel zo'n type. Die kan de bal op links en op rechts dan kwijt. Maar op rechts nou een stuk moeilijker wordt. En daarbij vind ik ook dat je hebt natuurlijk erg veel ploegen die nu die backs erg hoog al laten spelen. Dat kan wel een voordeel zijn, maar het kan ook in je nadeel werken. Want als je die bal daar krijgt en je kan geen man uitspelen. En je gaat weer terug naar de centrale verdediger. Ja, dan schiet je er natuurlijk niet mee op. En daarbij vind ik ook... Dat je hem dan tekort doet. Hè, want en de tegenpartij die denkt, nou, we zitten die linkerkant voor Volendam vast. Ja. Dan heb je eigenlijk het meestal gewonnen. En van rechts komt er nu eigenlijk niet voldoende in, naar mijn mening. En dat is voor hem natuurlijk ook jammer. Hè, want als je ballen van twee kanten kan krijgen. Ja, ja, en Bert is ook een type wat natuurlijk voorzetten, wat graag voorzet. Ja, nou goed, als we dat de eerste en tweede paal kunnen kiezen met het middenveld wat doorsluit. Dan heb je wat meer dreiging natuurlijk voor die goal. Ja. En nu ben je eigenlijk afhankelijk hoe jij die ballen kwijt kan aan Kippersluis. En hiervoor met Giuliano natuurlijk. Ja. En ja, ik zou dat erg graag aan de rechterkant ook willen zien. Ja, ja, ben je vaak geweest dit seizoen? Eén keer, maar ik ben het wel met Arnold eens van... Kijk, je kan op een gegeven moment, zoals met die transfer deadline, dan kan je overkomen het laatste moment dat je even een week... Dat het even, maar uiteindelijk moet je wel vasthouden aan waar je mee bezig bent. En ook waar de club mee bezig is. Weet je? Dat vond ik het mooie bij Leipzig. Dat daar is gewoon gekozen voor een lijn vanaf de jeugd tot eerste elftal. Iedereen speelt zo. En natuurlijk moeten ze in staat zijn om 2-3 systemen. Ja. Maar in feite de rode draad is gewoon de technische wie waarvoor gekozen is. En als ik Arnold zo hoort, dan wordt er nu afgeweken van iets. Dan denk je, ja, maar wacht even, hoe zit het dan met je A1, hoe zit het met Jong Volendam? Die voetballen toch ook in een bepaald patroon richting het eerste elftal. Dus dan heb ik zoiets van, wacht even, dit klinkt niet goed. Ja. Nee, maar goed, dat klopt ook hoor. Maar je hebt met keuzes van trainers te maken. Kijk, op het moment dat Volendam succesvol is door zo te spelen, ja, daar zal er niet zo snel van afgeweken worden. Ja. Terwijl je wel een rechtsbuiten hebt, in die Meulens natuurlijk, die dat perfect in kan vullen en die ook makkelijk goals maakt aan die kant. Maar ja goed, de trainer kiest voor deze optie en dat bevalt hem goed. Volendam doet aardig mee natuurlijk nu. Er staan ook derde. Al de resultaten mee, dus dan wijken daar trainers niet zo snel van af. Ja, nou goed, en dan zie je vaak dat één of twee spelers die in een bepaald systeem wel goed tot hun recht komen, nu moeite hebben. En met Joey Veerman, dat is toch wel jammer. Maandag staat er weer een wedstrijd voor Volendam op het programma tegen FC Den Bosch. Jaak Muren vroeg ook aan Robert Molenaar over die wedstrijd, die op papier misschien makkelijk lijkt, maar in de Jupiler League zijn er geen makkelijke wedstrijden. Nou, die zijn er zeker niet. Wij spelen thuis tegen Den Bosch. Uit hebben we het heel aardig gedaan met een hartstikke goede Giuliano van Velzen. Nu zullen we het denk ik toch tegen een ploeg op moeten nemen die... heel compact speelt, ook een iets andere speelwijze hanteert als dat ze toen deden. In ieder geval wel met heel veel fysieke arbeid, kracht.
Dus Volendam moet eigenlijk de wedstrijd anders ingaan dan afgelopen vrijdag? Nou, ik was niet zo ontevreden over hoe we de wedstrijd ingingen hoor, vrijdag. Alleen, we hebben niet de juiste... We zijn blijven volharden in een speelwijze die niks opleverde. Terwijl ik verwacht dat we tegen Den Bosch met die speelwijze meer... Dat meer soelaas gaat bieden als tegen Emmen. Omdat ik verwacht dat Den Bosch wat verder achteruit verdedigt. En dan is in onze, in dit geval hebben we de helft eigenlijk al gehad. Daar waar Emmen ons helemaal niet in ons spel liet komen. Denk ik dat Den Bosch iets verder achteruit zakt. Maar goed, we kunnen verrast worden. Ik neem aan dat Den Bosch ook analyseert. En wellicht gezien hebben dat we daar wel wat problemen mee hebben. Ja, trainer Robben Molenaar had het al over de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Die wij wonnen met 5-2. En Iliana van Velsen was toen onnavolgbaar. Hij had 3 tegenstanders, die wedstrijd. Dus ja, om maar even aan te geven. Dat je zo'n jongen dan toch uiteindelijk wel gaat missen. Dat is toch wel doodzonde. Ja. Maar ja, kijk, je hebt natuurlijk in ieder geval, met name heb je veel ploegen die je eigen ingraven. Ja. En ik ben dan een groot voorstander van dat je het veld zo breed en zo lang mogelijk houdt. En zoals Volendam nu speelt, met Visser, die dat eruit zijn best doet en die op Emstermer die wel invult. Maar je hebt toch een neiging dat alles die terecht erin loopt. Ja. En aan de linker... twee diepe spitsen ook natuurlijk staan. Je hebt twee diepe spitsen staan. Ja. En nogmaals, aan de linkerkant lukt dat vrij aardig. We kunnen jullie, met name jij, dan de openingen daar wel vinden. Maar ja, op het moment dat het zo gegroepeerd staat, is het natuurlijk wel lekker als je een buitenspeler hebt die daar via zijn individuele actie tot voorzitter kan komen. Ja. En ja, met name zie je dan vooral thuis, omdat het zo gegroepeerd staat bij die tegenpartij, dan denk ik van godverdoor, stond er nou maar eentje op rechts. Want ja, je ziet nou ook dat die linksbek wat meer naar binnen loopt. En dat Kevin ook al de neiging heeft om dat tegen die verdedigers als het ware op te lopen. Je hebt daar al twee spitsen staan, dus dat wordt behoorlijk druk. Ja. En dan concentreren we eigen op dat midden. Ja, ik zou wel even graag willen zien dat je dan met name van de zijkanten wat meer kan doen. Ja. Dat kan wel bij Volendam, maar vaak vanaf de linkerkant. Ja. Dennis, je eerste thuiswedstrijd. Hij komt gelukkig alweer snel, dus we kunnen snel deze Sepert vergeten. Ja, daar kijk je wel naar uit, denk ik, je thuisdebuut. En wellicht je eerste goal. Ja, zeker weten. Thuis natuurlijk altijd leuk. Ik hoop dat de supporters naar de wedstrijd toe komen. En daar gaan we er hopelijk wat moois van maken. Wij gaan even kijken naar de stand in de Jupiler League. Bovenaan zien we nog steeds VVV Venlo die een behoorlijke gat hebben geslagen inmiddels. Jong Ajax tweede. En dat klinkt raar, die tellen eigenlijk niet mee. Volendam nog steeds derde. MVV inmiddels op een gelijk aantal punten. En ook Cambuur is aardig in de buurt gekomen van de topploegen. En u ziet de andere ploegen daaronder staan. Na iedere uitzending plaatsen wij op de website van de LOVJ een kort fragmentje van de documentaire van Kortol en Johan Bond-Boetti over de historie van FC Volendam. Hier alvast een klein stukje van wat u kunt verwachten. De kerk die had het om zeggen, want het broerte was natuurlijk de pastorie in die huizen, die konden heel voetbalveld kijken. Ja. Nou, je mag onder de kerk natuurlijk, die voetballen, niks. Ik kwam een keer op voetbalveld en ik had naar een... inzicht een kortere broek aan, dat was even boven me. Je was iets voor je tijd. Toen kwam ik de geestelijke adviseur aan, kapelaan Brouwer, hij zei dat gaat niet hoor, dat moet er overheen. Nou, daar zat je weer. Op de website van de LOVJ kunt u dit dus bekijken. Dennis, ik begin weer eventjes met jou. Je bent gehuurd van ADO Den Haag. Je vertelde net al dat er meerdere clubs waren die interesse in je hadden. Kun je daar iets over vertellen? Nou, eigenlijk aan de hand van een interview die ik had met het AD, na een training kwam naar buiten dat ik inderdaad bezig was met verhuren. En toen, soort van, de clubs werden een beetje wakker geschud inderdaad. En toen werd mijn zaakwaarnemer gebeld door een aantal clubs, onder andere Cambuur, NAC, Volendam dan ook. Dat was in de laatste week van de transferperiode, dat interview zeg maar naar buiten kwam? Ja, dat was echt misschien een week voor het einde van de transfer deadline. En dan gaan de clubs natuurlijk bellen en... Dan komt bij ADO terecht dat ik geïnteresseerd ben bij een aantal clubs. En die vertellen dan eerst dat ik helemaal verkocht mag worden. Dan niet verkocht mag worden. Dan mag ik wel of niet verhuurd worden. Nou, uiteindelijk mocht ik dus een half jaar verhuurd worden. En dan ga je gesprek aan met trainers. En dan kijk je een beetje naar waar de
bepaalde bepalende ploegen staan op dat moment. En nou, ik had een heel goed gevoel bij de trainer. En nou, Volendam speelde natuurlijk aanvallend voetbal. Dus dat was voor mij erg praktisch. Ja. Ja, als je dit zo al hoort. Den Haag, ja, de club. We hoeven denk ik niet aan iedereen uit te leggen wat er allemaal gebeurd is. Dat kan ook bijna niet. Dan zitten we hier nog een uur met Wang, de problemen. En als je dit dan al hoort, hij mag wel verhuurd worden. Hij mag verkocht worden. Hij moet toch weer blijven. Nou, dat zegt al wel genoeg over. Ja, nou goed, als het boven rommelt, dan druppelt het naar beneden. Dat is natuurlijk gewoon, ik kan zijn debuut nog wel herinneren. Dat ik voor het eerst zag, was groot tegen Excelsior. Klopt. Dat ze met 2-0 achter stonden en dat hij inkwam. En dat ze het om wisten te kantelen. Dat hij twee mooie calls scoorde en ze met 4-2 wonnen. En dan denk je, nou weet je, dat gaat zich doorontwikkelen. En dan, ja, dan ben ik eigenlijk benieuwd wat er daarnaast gebeurt. Want hij is een beetje onder de radar gebleven. Had dat te maken ook met de problemen binnen de club? Of, Ja, eigenlijk toen het seizoen natuurlijk afgemaakt met Henk Vreese. Maar ik ben natuurlijk niet op dat zo'n moment een speler die gelijk 90 minuten kan spelen. Op dat moment kon ik wel mijn wedstrijden meemaken, meespelen bij het tweede elftal. Maar sinds dit seizoen spelen we te weinig of bijna nooit met het tweede elftal. Ja, dan kom je niet aan minuten toe. Dan moet je ontwikkelen in trainingen. Dat is natuurlijk ook niet heel praktisch. Dus ja, dat is inderdaad wat ik mis het afgelopen half jaar. Misschien nog wel wat langer voor een wedstrijdritme om me daarin te ontwikkelen. Ja, dan zie je toch dat de club een probleem heeft, ook buiten de bestuurskamer. Ja. Want als je al een probleem hebt om om goed in je wedstrijden te ontwikkelen, dan heb je als club echt een probleem. Ja, de stelling die was net ook bij jou van bij ADO ging het meer over Wang dan over voetbal. Ja, ik neem ook aan dat bij de spelers het geval was. Hè? Dat je dingen leest in de krant, dat je het er onderling over hebt. Daar moet je ook gek van zijn geworden, denk ik. Ja, het is vooral natuurlijk, de club ADO praat vooral het meest over Wang. Proberen wij het in de groep natuurlijk wel. Iedereen leest het natuurlijk sowieso. En in de groep wil je het er niet te veel over hebben, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen ons vooral focussen op voetbal wat dat betreft, maar ja, je hebt het er wel over. Ja, zeker als het dan minder gaat bij een club, de resultaten vallen tegen, dan zal het al snel worden die dingen er steeds bijgehaald. Ja, nee, klopt inderdaad. Dan ga je randzaken erbij halen. Ja. Het leuke is dat je begon over zijn debuut inderdaad. Ik moest met de auto terug vrijdagavond, want ik had dopingcontrole, dus ik mocht niet met de bus mee. En toen zat ik met onze perschef Richard de Wijze. Yeah. En die vertelde, toen ik vertelde aan iedereen dat Dennis van der Heijden zou komen, gelijk het eerste wat gezegd werd, met zijn debuut maakte hij 2 goals, hè, bij Excelsior. Yeah. Dus iedereen weet eigenlijk wel wie je bent, maar wat Jaap zegt, dan ben je toch een beetje niet echt doorgebroken. En dat is wel jammer eigenlijk voor iemand uit de eigen jeugd natuurlijk. Nou, klopt inderdaad, door mijn debuut inderdaad gelijk in het nieuws gekomen en daarna niet eens echt de kans kregen om echt in het nieuws te komen of mezelf te publiceren met prestaties op het veld. Dus dat is inderdaad wel jammer. Ja. Als ik dan kijk naar dit seizoen, dat viel me dan wel weer op. Je hebt toch 15 wedstrijden gespeeld. Wel variërend van af en toe eens een minuut invallen of 2 minuten. Maar de laatste weken eigenlijk heb je best wel aardig wat gespeeld. Volgens mij speelde je uit bij Heerenveen in de basis. Ja. Tegen Zwolle viel je al vroeg in. Ja. Dan is het ook wel weer apart dat je dan richting het eind, dat ze dan zeggen, nou, je mag toch weg. Ja, dat klopt inderdaad. Heerenveen en Willem II heb ik veel gespeeld. En Zwolle vroeg ingevallen. En alleen denk ik op Ajax laatst uit, daar was ik niet ingevallen. Bijna alles sowieso ingevallen of in de basis gestart op 2-3 keer basis na. En dan, ja, het is toch lastig, want ADO is niet een aanvallende ploeg. Dus als je erin komt, ben je niet aan het aanvallen. Dan ben je over het algemeen aan het verdedigen. Dus dat is wel lastig als spits zijn. Ja, zeker dit seizoen, ja. En hij zegt ook al over, in de Telegraaf hebben jullie het ook vaak over de opzet van de competities, hè, bij de KNVB. Die jong teams spelen in de derde divisie, spelen in de tweede divisie, spelen in de Jupiler League. Maar hun hadden een jong team, met onder andere ook Jong Feyenoord. Die hebben een competitie van 6 teams. Ja. Die spelen haast geen wedstrijden. Nee, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de KNVB dat toegestaan heeft. Ik vind gewoon, of je doet het met z'n allen. Je gaat niet een soort status aparte creëren, om wat voor reden dan ook. En dan zie je dus wat er nu gebeurt. Is dit nou de oplossing? Ja. Dan ga je met z'n 6 in een competitie zitten, omdat je niet veel verreist. En dan denk je dit. En dan maak je gewoon te weinig speelminuten, weet je. Dus dat heel vreemd. En dat is ook weer de autoriteit van de KNVB. Die zijn met zoveel dingen bezig. Maar ik vind, dit zijn nou typisch de dingen wat een bond wel zich mee bezig moet houden. En die hadden gewoon moeten zeggen, we gaan gewoon met z'n allen voor dit model. En klaar. En niet wat ze nu aan het doen zijn, met allerlei dingen bemoeien waar ze gewoon ver weg van moeten blijven. Waarbij je misschien zegt, alle jong teams maar gewoon in één competitie. Omdat je ook de competitievervalsing een beetje tegengaat. Ja, maar goed, maar maak dan duidelijke keuzes. Weet je, dit. Ik vond het al heel raar, want volgens mij ging het nog verder ook dan alleen de jong,
de jonge elftallen, dat ging ook nog naar bij de jeugd werd het ook nog gedaan. Dus daar had je hetzelfde probleem. Weet je, dat werd ook gezegd van ja, de reistijden en dat soort dingen. Nou, en dan krijg je dus weer een splitsing van competitie, splitsing van inbreuk zeg maar in de opleiding. En dat vind ik heel kwalijk. Want je vertelde ook dat jullie op een gegeven moment weer een wedstrijd hadden na een week of drie. En toen had je niet genoeg spelers en die wedstrijd ging ook niet door. Nee, dat klopt inderdaad. Bij ons hebben we niet een vast belofte team wat samen traint. Het is gewoon wissels van het eerste elftal dat samen wordt gevoegd met A1 spelers. En dan ja, soms heb je 3 of 4 spelers van 1. En dan als je op een zaterdag, dan spelen de spelers van de A1 natuurlijk ook gewoon een wedstrijd aan het spelen. En dan heb je niet genoeg spelers inderdaad. Ja, ongelooflijk. Ja, Arnold, dan hebben wij het nu net over Volendam met... transfer, wat dan misschien niet helemaal lekker uitpakt, maar als je dat bij ADO volgt, ja, wat gebeurt bij die club? Hij heeft natuurlijk de pech dat ADO onderin speelt in de Eredivisie. Ik vraag me eraf, ja, de leeftijd of wat dan ook is niet zo belangrijk. Laat die jongen dan gewoon een paar wedstrijden staan. Ja. Dat zie je vaak hè, bij trainers, dan vallen ze weer terug naar de oudere spelers. Maar, tussen aanhalingstekens weet je wel, dan, terwijl die eigenlijk ook niet goed presteren. Dan zou ik zeggen, geef dit soort jongens nou een kans. De leeftijd is totaal onbelangrijk. Ja. Dat je kan voetballen, kun je voetballen. Zeker als het al slecht gaat met de ploeg eigenlijk. Snap je, ja. Dan kun je net zo goed laten we zeggen, een beetje een eigen jongen naar voren schuiven. Laat die nou eens gewoon staan. Geen 1 wedstrijd. En als ze dan vaak niet scoren, ja, dan hebben we dat ook alweer gezien. Ja. Maar laat gewoon staan, zo'n wedstrijdje 5-6. En kijken wat zo'n jongen kan. Ja. Ja, maar je ziet ook, het probleem is nu, is dat er ook geen extra druk komt op de A-selectie. Die op dit moment kwakkelt. Omdat zij zo weinig wedstrijden spelen, ga je ook de concurrentie van de jeugd. Hè. Dus we hebben nu met Ajax, weet je, er zijn nu 4 basisspelers van vorig jaar weggegaan. Puur omdat door de doorstromen de concurrentie in de A-selectie werd opgevoerd. Nou, dat is dus helemaal, dat proces is bij ADO Den Haag helemaal ondermijnd. Dus wat dat betreft heb je dus ook een eerste elftal. Wat, die jongens zijn toch wat meer zeker van hun plek nu. Ja. Want als je inderdaad, als dat de jongens die erachter zitten, maar 1 keer de 3 weken of 1 keer de 2 weken een wedstrijd hebben, ja, waar heb je dan over? Ja, dat is waar. De trainer, Petrovic, lijkt altijd van buitenaf een beetje apart, om het zo maar even te zeggen. Hoe kun je hem omschrijven als trainer? Hele emotionele man die toch denk ik nog even moet wennen aan het vak als hoofdtrainer, omdat het voor hem natuurlijk ook nieuw is. En dan is het niet makkelijk om hier eerste jaar bij ADO terecht te komen die dan toch nu opeens bij de onderste plekken zit. En dan is het voor hem ook niet makkelijk om jongens als mij en andere jongens van jonge leeftijd te helpen en te ontwikkelen. Dan ben je meer in het groepsproces bezig om toch daaruit te komen. Dus dat is lastig. Dat merkt hij wel, dat individueel werd er weinig aandacht aan jou bijvoorbeeld besteed. Ja, maar het is wat dat betreft ook weer begrijpelijk, want de trainer is ook met zijn eigen plek bezig. Die wil natuurlijk ook gewoon de groep... omhoog halen en wat dat betreft daarmee ook zichzelf natuurlijk. Ja, dat is logisch. Ja. Wij gaan even naar de prijsvraag. Die van vorige week is gewonnen door Danny Konijn. Hij wint 2 kaarten voor de wedstrijd van FC Volendam tegen FC Den Bosch. Deze week is er een nieuwe prijsvraag. En die gaat over, we hebben hem net al besproken, Giuliano van Velzen. Hij is vertrokken bij Volendam. En de vraag is, wanneer maakte hij zijn laatste goal voor FC Volendam? Dus wanneer maakte Giuliano van Velzen zijn laatste goal voor FC Volendam? Officiële wedstrijd, dus mag een play-off zijn, beker, competitie, maakt niet uit. De winnaar krijgt 2 kaarten voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Volendam. Dat is tegen VVV Venlo. U kunt het opsturen naar kees@rtvlove.nl. Dus kees@rtvlove.nl. Dan gaan we nu even kijken naar een interview wat Jack Muren had met technisch directeur en hoofdjeugdopleiding Misha Salde over de jeugdopleiding van FC Volendam. Misha Salde, hoofd jeugdopleidingen sinds 3,5 jaar en manager technische zaken van FC Volendam. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat heb jij kunnen veranderen aan de jeugdopleiding in die 3,5 jaar? Nou ja, sowieso hebben we met elkaar, hè, ik verander het niet alleen, maar hebben we dat met elkaar gedaan. We zijn bezig geweest om wat vernieuwing door te voeren, een soort andere denkwijze. En meer meegaan met de hedendaagse dingen die gevraagd worden, hè, in jeugdopleidingen bij betaald voetbal. Dus we hebben wat meer zijn we bezig geweest met krachttraining, ook met testen en meten. De trainers eisen aan de trainers wat betreft diploma's zijn hoger geworden. We hebben daar wat nieuw bloed in de trainerstaf de afgelopen jaren binnen kunnen krijgen. We zijn langer en overdag gaan trainen ook met de jeugd. Dus wat dat betreft zijn het iedere keer kleine beetjes.
Ja, ik denk dat de grootste invloed op ons geweest is dat we eigenlijk indien jongens goed genoeg zijn, daarvoor willen belonen door middel van een overeenkomst. En dan ook jongens zo snel mogelijk weer richting het eerste elftal willen sturen. Ja, en dat is natuurlijk iets wat sowieso heel veel positief effect heeft, ook op de jeugdopleiding. Wat moet er volgens jou nog veranderen? Ja, het kan altijd beter. We willen altijd meer. En de punten waar ik het nu over heb, die moeten nog steeds moeten die beter. We moeten een soort van topsportklimaat moet hier komen. Op een aantal vlakken is dat al zo. Op een aantal vlakken is het ook van ja, we zijn een club als Volendam en daar horen ook een soort kernwaarden bij. Dus dat moet ook vooral zo blijven. Maar we moeten echt kijken op welke punten we nog meer een lijn door kunnen trekken, zodat we de spelers nog beter opleiden. En hun nog meer kunnen helpen in de ontwikkeling. Nou, we zijn bijvoorbeeld flink bezig geweest met videoanalyse. Nou, als je nu kijkt dat alle wedstrijden van de jeugd gefilmd kunnen worden, de trainers met de videoanalyse en met beelden aan de gang zijn, wat echt heel belangrijk is voor de ontwikkeling van de spelers. Ja, dus dat een grote stap die we ook gemaakt hebben, maar ook waar we de komende tijd invulling aan gaan geven. Hoe zit het eigenlijk met de Volendammers in de jeugdopleiding? Prima. We hebben natuurlijk daar, en dat is natuurlijk zo, je hebt natuurlijk een aantal jongens die het eerste elftal zitten en de selectie, waar we op een gegeven moment zeggen, we hebben een verhouding van, ik geloof, 9 jongens die daadwerkelijk uit de gemeente komen in het eerste elftal. 18 jongens uit de opleiding. Nou, als je dan kijkt binnen de opleiding, hebben we bijvoorbeeld in de onder 12 zitten weer op dit moment 4 Volendammetjes. Als je dan de hele jeugd doorloopt, dan scheelt dat natuurlijk wel per team, maar het streven is dat 3-4 jongens erbij te hebben. Ja, in de opleiding zit natuurlijk ook nog, Joey is natuurlijk eigenlijk opleiding nog, maar ook Alex Plat en Marco Tol die vervroegd door zijn geschoven. Die zijn natuurlijk eigenlijk nog jongens uit de opleiding. Daaronder heb je natuurlijk een aantal jongens waar in ieder geval Brian Plat nog als Volendammer, maar andere talentvolle jongens uit die lichting, Mike Eerthuizen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld het broertje van Gerry, Jari Vlak, die nog in de onder 19 rondloopt en die zich goed ontwikkelt. Dus uiteindelijk zijn er best wel heel veel spelers waarvan we in totaliteit zeggen, die moeten zo die stap gaan maken en dan laten zien. En ik ben heel erg benieuwd van wie van die jongens zich dan ook, als ze die stap maken naar jong, het geduld heeft, de gedrevenheid heeft om ook daarvoor te gaan. Maar dan ook uiteindelijk die laatste stap te maken. Hè. Je moet niet vergeten dat ook Rafiq Elhamdi, maar ook uiteindelijk de jongens die nu in de selectie zitten, zoals Gerry Vlak, maar ook Mo Betty, die zijn gewoon begonnen bij de selectie als amateurspeler. Om van daaruit voor die ontwikkeling te gaan. Nou, en dan weten ze dat op het moment dat ze zich goed ontwikkelen, dat wij de vervolgstap wel maken om die jongens een contract aan te bieden. Ja, Arnold, jij ziet heel veel jeugdwedstrijden bij FC Volendam. Je zal niet alle ins en outs weten, maar hoe kijk je er tegenaan? Hoe vind je dat het gaat bij de jeugd? Ja, ze spelen allemaal op een behoorlijk niveau. Op het hoogste niveau, Het hoogste niveau, ja. Dus dat is alleen maar goed. Er is nou een beetje een combinatie van Volendammers, maar ook jongens buiten Volendam. Ja, met 11 Volendammers, dat gaat je niet meer lukken, denk ik, in deze tijd. Dat kon onze tijd nog wel, maar het wordt steeds lastiger. Ja, het is herkenbaar voetbal wat ze spelen. Het is vaak met een spits, met een tiener achter, met 2 zijkanten. Dus ik heb de indruk dat de opleiding in dat opzicht stappen maakt, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Nou, en Misha is daar natuurlijk heel belangrijk in. Het is natuurlijk zaak dat je zo snel mogelijk spelers aan het eerste elftal krijgt. En de grootste winst van dit seizoen is, denk ik, met die Betty natuurlijk en Joey. Ja. En daar doe je het voor. En ook kansen krijgen, dat is ook belangrijk. En als je dan een combinatie krijgt van wat jonge jongens en met name jouzelf en Henny en wat oude jongens, die jonge jongens dan weer sturen. Dat is alleen maar goed natuurlijk. Ja. Kijk, als op het moment dat jij naast Joey staat en je helpt hem daar zoveel mogelijk bij. Wat ik in mijn carrière eigenlijk ook wel heb gedaan, toen ik op latere leeftijd weer terugkwam. Ja, daar hebben de jongens natuurlijk erg veel aan. Ja. Maar nogmaals, het belangrijkste is dat je die kansen krijgt om elke week te spelen. Ja. Dat is wel het mooie van de club, hè? Dat wordt weer iemand verkocht en dan komen er weer kansen voor die jonge jongens. Ja, maar dat is, zo moet het ook zijn. Daar hadden we het in het begin van het programma al over. De visie van de club moet echt zo structureel worden ingebracht dat als je op een gegeven moment 1 of 2 spelers kwijtraakt, dat de volgende al klaar staat. En natuurlijk, dan heb je wel eens een overlapping nodig van een bepaalde tijd. Maar uiteindelijk moet het er gewoon weer staan. Want het moet als een rode draad door de club
club gaan lopen. En dan vind ik met name ook mensen als Arnold, die eigenlijk vanuit de cultuur naar voren gekomen zijn, die moeten daar, vind ik, een veel nadrukkelijke plaats in dat proces krijgen als een soort cultuurbewaker. Ja. Hij ziet alle wedstrijden en als ik dan zo hoor, dan wordt hij eigenlijk, vind ik hoor, te weinig daarbij bij betrokken. Weet je. Hij is bescheiden, loopt nooit staat nooit op de voorgrond. Laat hem even wat meer door die hal lopen daar bij de kleedkamers. Ja. Heb je dat gevoel zelf ook, Arnold? Zou je wat meer voor de club willen betekenen nog? In wat adviserende rol of wat voor rol dan ook? Ja, nou ja, goed. Ik heb een keer met Robert gezeten, hè, toen hij hier aangesteld werd bij Volendam. En toen hebben we bij elkaar gezeten, omdat hij de jongens natuurlijk ook niet goed kende, de manier van spelen. Ja, dat is vrij kort geweest. Ik zeg, Robert, als je me nodig hebt, dan hier heb je mijn nummer. Maar alleen over voetbal, hè. Ik wil eigenlijk alleen over voetbal praten. Ja. En die andere zaken, het financiële gedeelte, dus de bestuurlijke zaken, dat is niet aan mij besteed, daar heb ik geen verstand van. Nee, maar ook rondom de jeugd misschien wel, weet, dat je daar misschien ook je mening over kan geven of, wat ik net al zeg, een adviserende rol in kan spelen. Ja, maar goed, dat zou daar bij Micha vandaan moeten komen. Ja. En bij Robert, die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor. Ja. En als mijn hulp nodig is, dan hoor ik dat wel. Ja. Ja, het is ook een beetje raar voor hem om dan te zeggen van, ja, jongens, maar hier ben hoort, ik. Ik praat ook wel eens met de mensen binnen de club, dan zeg ik ook, betrek me daarbij, nou weet je. Het is gewoon doodzonde. Nee, je probeert beter te worden. Je hoort het maximale eruit te halen. Ook zeker met de opleiding, ook met eerste elftalspelers. Kijk, wat ik altijd heel opvallend van Arnold vond als voetballer. Hij was nog een linker middenvelder. Die iedere linksbuiten die voor Arnold speelde, haalde het nationale elftal. Of het nou, of het nou Brian Roy was, of het was Norman Whiteside, of het was in Engeland die Hughes, weet je. Hij liet spelers beter voetballen. En ik kan me een keer herinneren, een jeugdtraining. Hoe die de manier waarop je uitlegde hoe positiespel gespeeld moet worden. Dat is natuurlijk iets wat je ingewikkeld kan maken. Ik kan het ook heel simpel uitleggen. Maar als je daar met jongens van 11, 12 jaar staat en je zegt, je gaat gewoon staan. En op het moment dat je uit je ooghoeken niet twee medespelers ziet, dan moet je zo gaan draaien dat je uiteindelijk weer twee spelers ziet. Nou, dat snapt iedereen, weet je. En hij heeft het vermogen om heel simpel hele relevante dingen over voetbal te vertellen. Ja. En of het nou bij de C'tjes is, of het is bij het eerste elftal, met name nu de jonge jongens doorkomen, geef ze een extra leuning. Wat maakt het uit? Ja. Nee, dat is waar. Eens. Ja. Maar Dennis, ik had het er gisteren al even met je over in de bus. We hebben het hier over Arnold Muren. Ik pak er even een briefje bij. Arnold vindt dit waarschijnlijk niet leuk, maar ik ga het toch even doen, want ik schrok er zelf namelijk ook van. 1 keer de beker met Twente, 2 keer kampioen met Ajax, 3 keer de beker met Ajax, 2 keer de Europa Cup 1 met Ajax, 1 keer de Europa Cup 2 met Ajax, 1 keer de Europese Supercup met Ajax, 1 keer de wereldbeker met Ajax, 2 keer de beker met Manchester United, 1 keer de Engelse Supercup met Manchester United, 1 keer de UEFA Cup met Ipswich Town en Europees kampioen met Nederlands elftal. Ben ik dan nog wat vergeten? Nee, maar dat doe je niet alleen, hè? Dat is waar. Maar één van de 7 spelers die op clubniveau alle internationale prijzen heeft gewonnen. Met onder andere Danny Blind overigens. Dus ja, ik vroeg net al aan jou bij de stelling. Is hij ondergewaardeerd? Voor jou misschien niet, maar... Arnold is gewoon van nature heel bescheiden. Weet je? En ik denk dat Arnold zelf het meeste plezier beleefde aan het voetbal op zich. Ik heb het zelf toen meegemaakt. Dat vond ik echt, vind ik nog steeds een van de hoogtepunten uit mijn eigen journalistieke carrière. Hij was de eerste Nederlander die de FA Cup won op Wembley. En scoorde. En ook nog scoorde. Ja. En weet je, en hij loopt er nooit mee te koop. Maar ik weet ook zeker, kijk, als hij nu naar Manchester United gaat, dan hoeft hij 1 telefoontje te geven. En dan liggen er gewoon 4 kaarten voor hem klaar. Zit hij gewoon eretribune. Weet je? Maar zo is hij niet. En als je dan vraagt aan mij van is hij ondergewaardeerd? Dan zeg ik, kijk, iedere voetbalkenner die weet, je zegt, lees het nu zelf ook op. Hier is geen spel tussen te krijgen. Het is gewoon een van de toppers uit de Nederlandse voetbalhistorie. En het gaat er vooral om hoe hij dat zelf beleeft. En ik denk dat hij zelf, als je terugkijkt op zijn carrière, dat hij... Het is in de eerste plaats een liefhebber. En ik denk dat hij van zijn carrière genoten heeft. Ja. En dat is voor hem denk ik het belangrijkste. Ik moet er wel bij zeggen hoor. Je hebt natuurlijk ook de mazzel dat je met de beste spelers uit de hele wereld hebt gespeeld. Ja. En ik heb eigenlijk altijd in de top gevoetbald. Nooit voor degradatie hoeven spelen. Dat voetbalt natuurlijk wel makkelijk hè. Ja. Kijk, als je Cruijff en Van Basten en Gullit en daarna Whiteside en Stapleton en noem ze allemaal maar op. Alan Brazil en Merenner. Dat zijn allemaal fantastische spelers geweest. Allemaal internationals. Dan wordt het prijzen winnen wel wat makkelijker. Ja, maar Arnold, aan de andere kant, ik kan me ook herinneren, jij kwam bij Ipswich en die Mariner, die Brazil en Whiteside waren jongens van 17, 18 jaar. Ja. Kijk, en dat was wel heel belangrijk dat een type zoals jij in het elftal zat.
Want dat was inderdaad een soort mentor in het veld. Ja. Die ook, zo'n Brazil, dat was heel druistig, bruisend van talent, maar ging alle kanten op. Weet je, dan is het toch even mooi dat je iemand in het elftal hebt, ja, die zegt, hé, hey, wacht even. En dat deed hij ook. Ja. Hij nam zijn tijd ervoor om met mensen te praten. En dat, ja, joh, als je, weet je, of je een Terry Butcher, die kom ik dan een keertje tegen, of ik kom Mariner tegen. Allemaal positief over. Allemaal vragen ook. Hoe is het met Arnold? Weet je, dus hij heeft wel wat dat betreft, ja, wel zijn stempel gedrukt op carrières van heel veel spelers, zowel in Nederland als in het buitenland. Laten we het nou even over Dennis hebben weer. Nee, helemaal niet. Dennis die heeft zijn beurt gehad. En bij een club, want ik heb hier een boek. Het geheim, ja, van Ipswich Town is eind mei, als het goed is, uitgekomen, als ik me herinner. Ja. En, je vertelde net al dat die ook in het Engels uit gaat komen. Ja. Dat je er ook weer daar naartoe gaat. Ja. Je bent daar toen ook geweest. En ja, dan krijg je ook een ontvangst, neem ik aan. Jullie zaten volgens mij in de Skybox samen met Frans Thijssen, moet ik even noemen. Ja. En nu gaat hij dus ook in het Engels uitkomen. Nou ja, er werd aan ons gevraagd. Tom van Huls heeft dat boek geschreven. Maar ik heb natuurlijk al met Jaap samen een boek geschreven in 89, het eind van mijn carrière. Ja, toen vroeg ik me af, jeetje, moeten we dit nou wel doen, weet je wel. Er zitten mensen hier nog op te wachten. Maar we hebben het eigenlijk puur ook voor hem gedaan. Als je praat over Ipswich-fans, dan is hij een van de grootste fans die Ipswich heeft uit Nederland vandaan. Hij zei, ja, toen ik 14 jaar was, zat ik al met de koptelefoon op naar de BBC te luisteren, toen jij er naartoe ging. En hij wordt dan gewoon opgenomen in de Ipswich-familie, laat ik het zo maar zeggen. Dus hij zegt, al worden er twee verkocht, hij zegt, mijn droom komt uit. Ja. Dus we hebben hem zoveel mogelijk proberen te helpen. En Jaap heeft er ook dan bij geholpen, hè, door de foto's die in het boek staan. Dus ik zeg, nou, probeer contact te zoeken met Jaap. Omdat hij natuurlijk mijn boek ook heeft geschreven in 89. Ja, en dan wordt dat over twee weken gaan we drie dagen naar Ipswich toe. Ja, daar word je verlegen van, tja, als je daar komt. Ja, dat merk je al als je het stuk uit het boek ook leest. En het leuke daarvan is ook dat Jaap er ook in voorkomt nog. Want er gingen al geruchten, had ik gelezen, dat je naar Ipswich ging vanuit Twente, waar je weg wou. En Jaap hing al aan de telefoon als een goede journalist natuurlijk. Dus dat is ook wel weer leuk dat je, ja, ja, dat je eigenlijk toen al het contact met Arnold had. Hè? Ja, en het is ook uiteindelijk de carrière van Arnold heeft mijn journalistieke carrière ook verrijkt. Want ik ging in zijn spoor mee naar Ipswich, daar leerde ik Bobby Robson kennen. Nou, dat is, heb ik echt een hele bijzondere relatie meegekregen. Echt een hele bijzondere man. Een man ook die daarna heel groot geworden is. Echt, ja, een icoon in Engeland. Vervolgens ging dat was zijn beginfase als trainer van Bobby Robson? Ja, goed. Door Ipswich is hij eigenlijk te succesvol geworden. Ja. En dat versnelde ze alleen maar. Omdat wij kregen toen succes met Ipswich, ja, natuurlijk. Want je kwam daar en toen, want ik heb niet het hele boek nog niet gelezen. Maar toen dacht je in eerste instantie wel van... Ja, ik heb een foutje gemaakt. De eerste wedstrijd tegen Liverpool speelde ik toch over McDermott. Ja, dat was een diepgaande middenvelder. En ik denk dat ik drie marathons gelopen heb en drie ballen aangeraakt. Waarvan eentje aan de scheidsrechter de bal gegeven naar de wedstrijd, alsjeblieft. Ja. Dus ik denk, dit is mijn voetbal niet. Ja. En toen, ja, van lieverlee is dat toen zo gelopen. Dat ik maar ook door Bobby Robson dus? Ja, nou ja, goed, we zijn bij elkaar gaan zitten. Ik zeg, ja, dat als je Strijnknecht fit is, dan moet je die opstellen, want die kan dit ook doen. Ja. Ik zeg, maar het is voetbal, dus dat doe je met je benen. Ik zeg, jij hebt mij met een bepaald idee hier naartoe gehaald, maar als ik de bal niet krijg, dan kan ik ook niet laten zien wat ik kan natuurlijk. Ja. Dus toen hebben we er wel samen met Frans de Elftal wat veranderd. We zijn meer continentaler gaan voetballen. En uiteindelijk, toen ik daar kwam, eindigde als de vierde van onderen. Wonnen wel de V-Cup door Arsenal te verslaan 1-0. Dus ik wist wel dat het een aardig team was. Maar toen die jaren daarna, we eigenlijk altijd wel Europees voetbal gehad. En natuurlijk uiteindelijk de UEFA-cup gewonnen met Ipswich. En werd het dus de mooiste tijd uit je carrière? Ja, want Ipswich, dat was het Volendam van Engeland. Oké. Dus dat. Maar hoe bedoel je dat qua... Ja, dat is gewoon ten opzichte van Manchester en Londen, noem alles maar op. Oké, heel klein. Klein, maar wel... Ja, ik vond dus zelf dat ik heb daarna bij Manchester gespeeld, maar ik vond het Ipswich-team beter. Tja. En dat was een beter geheel. En het was de grotere namen liepen toen wel bij Manchester, hè, met Stapleton, Brian Robson, Wilkins, een aantal jongens, grote namen. Maar ik vond dat wij een beter team hadden. Eén dingetje nog. Robben Muur heeft een transfer gemaakt naar Zulte Waregem. Ze staan gewoon derde in België. Bekerfinale gehaald. Hartstikke leuk voor hem, denk ja. ik. Hè? Nou ja, goed. Ze waren al een tijdje mee bezig. En alhoewel ik AZ een fantastische club vind. Hè. Maar hij stond toch, weet je, de druk werd al groter, want hij moest scoren. En als je dan niet scoort, dan had hij wel het gevoel van, dan word ik er weer afgehaald. Ja, dan word ik er weer afgehaald. En dat zijn ook keuzes van trainers hoor. Ieder doet dat voor zich natuurlijk. Maar als je zo'n kans krijgt om in België te voetballen,
terwijl het nog een tour zal worden, ook in dat elftal te spelen, want het is gewoon een goed elftal. Ja. Spelen ook de Belgische bekerfinale nu. Maar voor hem is het natuurlijk een fantastische stap. Ja. Nou ja, en laten we hopen dat hij het daar laten we hopen doen. Dat het goed gaat met hem daar. Ja. Nou, het zit er alweer op. Het gaat snel. We kunnen hier nog wel even blijven zitten. Lul over voetbal, maar het is voorbij. Alle dank, Arnold, Dennis en Jaap. Hartstikke bedankt. Deze uitzending wordt vanavond herhaald om 8 uur. En is terug te zien op de website van de LOVJ, rtvlove.nl. En we pakken de kaart er even bij. En daar zien we een hoop wedstrijden op. Onder andere dat FC Volendam morgen dus om 8 uur thuis speelt tegen FC Den Bosch. Aanstaande woensdag hebben Jack Muren en Bert van der Poppen bij hun programma Love Sport Extra een aardige gast, kan ik zeggen. Bondscoach van Nederland, Rusland, waar is hij niet geweest? Guus Hiddink. En kijken we nog verder op de kaart, zien we onder andere nog een wedstrijd van FC Volendam uit bij Jong Utrecht. 13 februari om 8 uur. Dit was de tweede aflevering van Kees. En deze aflevering wordt de hele week herhaald op Love TV. En is ook terug te zien op de website rtvlove.nl. De volgende uitzending is zondag 19 februari. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Vishandel Sier en Pandora Intelligence. Finding the narrative in big data.